Oké, we zijn terug op de wedstrijdbaan voor de medal race in de RSX-klasse. Er wordt hier zo gestart en dit is een hele belangrijke race voor Casper Bouwman. Want hij kan zich hier vandaag nomineren of plaatsen voor de Olympische Spelen. Als hij een plek bij de eerste drie haalt, over het hele evenement gezien, dan doet hij dat. En hij staat nu eerste overal. Nou, je moet je voorstellen dat Casper hier maanden naartoe gewerkt heeft. Hij kan zich hier plaatsen voor de Spelen. Hij heeft mannen achter zich staan, 2 en 3. Die heel goed zijn met licht weer. En het is helaas licht weer op dit moment. Daar moet je het mee doen, maar dat is niet in zijn voordeel. Nu gestart, ja. Nou, dus degene die het hardste pompt nu, die gaat ook het hardst. Het is verschrikkelijk zwaar. Je moet je voorstellen dat je eigenlijk constant je eigen gewicht helemaal omhoog staat te hijsen. En dat aan één stuk door. Super, super, super spannend. Casper moet echt bij de eerste 5 in ieder geval komen om die derde plaats veilig te stellen. Casper Bouwman komt als 7e om de bovenboei. En je ziet Casper Bouwman daar pompen en die probeert zichzelf over die Griek heen te pompen. Dat lukt vrij aardig. Dus hoe harder je werkt, hoe sneller je gaat. We zijn bij de laatste bovenboei van de medal race in de RSX-klasse, de windsurfer. Waar de Nederlander Casper Bouwman zich vandaag hoopt te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar zoals het er nu uitziet, gaat dat niet gebeuren. Bouwman ligt achter in het veld en daarmee komt hij waarschijnlijk terecht. Daarmee zakt hij in het algemeen klassement van een eerste plaats naar een 5e of 6e plek. Op een 8e plaats komt Bouwman zijn trainingspartner... Sparringpartner Dorian van Rijsselbergen aan. Daar recht voor ons komt nu Casper Bouwman aan. Je ziet aan zijn hoofd dat hij echt zo verschrikkelijk baalt. Het is voor hem was het ook. Het was zo dichtbij, die kwalificatie. En daar heeft hij echt maanden naartoe gewerkt. En nu zie je gewoon dat hij het eigenlijk zelf ook al een beetje aan het opgeven is. Dat is zo jammer. En voor hem ook. Een hele grote teleurstelling waarschijnlijk. Kijk eens, Dorian die is nu als een gek aan het pompen. Die gaat gewoon nog even een heleboel plaatsen in. Moet je kijken, hij trekt hem volledig in plané. Hij kan nog misschien nog derde worden. Kom op, ga door. Hij gaat nog derde worden. Jezus, Mina. Super, hij heeft heel veel plaatsen ingehaald. Nog even derde worden op het laatste stukje als het zo belangrijk is. Dat is super knap. Ja, nou komt Casper aan. Casper die is als 10e geëindigd om de laatste boei gegaan. Die zal proberen nog voor de finish nog, misschien nog die Zwitser in te halen. Nee, hij gaat het opgeven. Gaat hem denk ik net niet lukken. Ze krijgen net op het laatste stukje nog net even iets wind. Maar Casper gaat op een 10e plaats eindigen. Waardoor hij uiteindelijk op een 6e, 7e plaats in het eindklassement eindigt. Heel jammer. Heel jammer, want hij heeft de hele week heeft hij op de eerste plaats gestaan. Hij stond vanochtend ook nog één en heeft het net tijdens die laatste race verloren.